Hoi allemaal, leuk te kijken naar deze nieuwe weekvlog. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En voor als je nieuw bent, vergeet zeker niet op mijn kanaal te abonneren. Hierdoor blijf je namelijk altijd hoog als ik een nieuwe video plaats. Ik zie er echt een beetje raar uit ofzo. In ieder geval, het is maandagochtend. Het is de week na kerst. Ik heb echt super, super, super leuke kerstdagen gehad. Wil je zien hoe dit allemaal is gegaan, vergeet zeker niet de vorige weekvlog te checken. Het is nu echt al fucking laat, het is echt al 1 uur of zo. Ik heb heel lang uitgeslapen. Ik was namelijk doodmoe van alle kerstdagen en zo. Dus ik heb lekker heerlijk geslapen. Ik heb nu een super simpele outfit. Gewoon een zwarte sportlegging en een zwarte shirt. En ik doe even deze jas erover. Ik ga nu naar Bo toe. En als Isabel ook, gaan we even gezellig met z'n drietjes afspreken. En vanmiddag ga ik werken. Dus ik ga niet te lang daar zitten of zo. Dus ja, ik ga nu naar Bo toe. Zo, ik loop heerlijk naar Bootje toe. Lekker frisse lucht. Is dat soort viezigheid? Nou, ik ben nu bij mijn zuster, Bootje. Ik heb hier even lekker wat gegeten en een koffietje gedronken. We zijn eigenlijk wachten op Isabel, want ik dacht, we gaan even met z'n drieën. Nou, we wilden eigenlijk een rondje gaan lopen, maar dat gaat er niet meer worden. Ja. Nou, we gaan wel kijken wat we gaan doen. Nou, ik dacht dus dat ik moest werken vanavond, maar ik dacht, ik ga even kijken om mijn roosje met wie ik sta, maar ik moet helemaal niet werken. Dus ik moet morgen werken, dus dat is alleen maar weer meevaller. Dus ik denk dat ik dan maar gewoon een beetje de weekvlog ga editen en zo, want dat moet ook allemaal gebeuren. En we zijn nu Love Island UK aan het kijken, dat is wel leuk. Ik ben even de video aan het, de weekvlog voor aankomende week aan het editen. Dat hoef ik niet. En ik heb een lekker rood wijntje erbij. Want ja, breekt de week. Rode kroten, dat is heerlijk. Rode bieten. Rode bieten, dat is echt heel lekker. Hey, IKEA ballen. IKEA, oh lekker IKEA balletjes. Gaan we dat eten? Oeh, dat zijn echt mijn favoriete balletjes, jongens. Die kan je dus ook gewoon kopen bij de IKEA, echt top. Het is inmiddels 9 uur. Ik ben de weekvlog aan het editen. Ik heb een soort raster op mijn scherm van me. Camera en ik weet niet hoe ik dat wegkrijg. Maar ik ben in ieder geval klaar met de weekvlog edit. Ik ga even een thumbnail maken en ik ben verder bezig met de website van mijn moeder aan het maken. Ik kom even laten zien hoe het er nu uitziet. Dit is de homepage en dan heeft het foto's dat verspringt. Super leuk. Dan heb je hier een collectie waar je alle foto's en de collectie kan zien. Daar ben ik nu mee bezig. Hier, die moet nog laden. Ja, en dan heeft ze hier de shop, maar daar moet alle producten en zo nog in. Over de workshops, over een stukje over haar, over de lifestyle. En je kan contact opnemen natuurlijk. Maar ik moet ook eventjes deze foto laten. Nou, ik ben hier dus de week voor aan het uploaden. Het is inmiddels avond. Ik ga nu even mijn spullen pakken, bedoel ik. En dan ga ik naar mijn vriend toe. Ik ga daar gezellig slapen, want hij moest werken tot 10. Het is nu 10, dus ik ga nu naartoe, want hij moet ook nog naar huis en zo. En morgen gaan we denk ik gewoon gezellig even wat bakken of zo wilden misschien. Want ja, ik kan gewoon niks doen. Of we dachten misschien een rondje lopen ergens als het mooi weer is. Want het is nu weer aan het regenen, dus ja, ik weet niet precies hoe het weer morgen is. En ik heb een soort tussenstuk besteld voor de ring light. Zodat ik hier tussen, zeg maar, mijn camera op kan zetten. Dus dan kan ik hem nog beter in gebruik hebben. Ik heb ook even mijn kamer helemaal opgeruimd. Hieronder staan echt heel veel dozen en kleding wat ik niet aandoe. Dus dat moet ik al even sorteren. Maar mijn kleding netjes opgehangen. Alles is weer helemaal clean. Love it. Dus nou, ik ga nu even mijn spulletjes inpakken. Ik haat echt, het enige nadeel is... Oh, ligt er 50 cent op de grond. Wat de fuck? Het enige nadeel vind ik aan als je vaak bij je vriend slaapt, is dat je elke keer die spullen moet inpakken. Echt gewoon, echt respect naar kinderen waarvan ouders zijn gescheiden, waardoor je dat elke week moet doen. Het is echt kut. En het is dat ik hier natuurlijk gewoon al mijn make-up hou. Ik bedoel, ik ga één nachtje weg. Maar ik ga dan niet echt make-up meenemen, want boeien als ik geen make-up op heb. Maar als je bijvoorbeeld je ouders gescheiden zijn, moet je echt veel kleding in de weer sjouwen en... Oh my god, het is echt kut. Maar weet je, ik doe het ook zelf. Ik kies er zelf voor. Ik vind het gewoon leuk om met hem te zijn. Oeh, en het was vandaag echt gezellig met Isabel en Bo. We hebben echt goed bijgekletst en zo. En
vrijdag, nee, woensdag gaan we met z'n drieën gezellig een mukbang opnemen voor mijn kanaal. En we gaan ook nog een nieuwjaarsborrel doen. Willen we inplannen. We moeten even kijken hoe en wat. Dus ja, wordt allemaal helemaal leuk en gezellig. Ik krijg heel vaak berichtjes van jullie dat jullie zeg maar heel veel positiviteit uit mijn vlogs halen. Dat jullie helemaal blij van mijn vlogs worden. Dat jullie helemaal positief worden en zo. En dan soms denk ik echt van, hè? Maar hoe kan dat? Want ik ben gewoon, zeg maar, ik heb niet door dat ik zo positief ben of zo. Ik heb dat helemaal niet door. Of dat ik, ja, dat ik gewoon dat heel erg overbreng. En mijn mindset heel erg overbreng. Maar Nederland gewoon komt omdat ik inderdaad één, heel positief in het leven sta. En dat komt gewoon omdat ik gewoon veel dingen heb meegemaakt waar ik me echt kut voel. En dat heel erg heb omgedraaid naar allemaal positiviteit. Omdat ik heel erg merk hoe positiever je denkt, hoe positiever dingen op je pad komen en hoe positiever je leven gaat. Dus dat heb ik echt ervaren en daardoor ben ik ook zo positief. En ik vind het gewoon jammer om bijvoorbeeld te horen dat andere mensen niet lekker in hun vel zitten. Omdat ik gewoon weet dat iedereen zo in leven kan gaan staan als ik sta. En als je gewoon daar open voor staat en open-minded bent, dan kan iedereen dat. Dus ik vond het gewoon leuk om te horen dat ik, zeg maar, ik doe het onbewust, maar toch maken mensen dat toch echt wel bewust mee. Dus dat vond ik heel erg leuk om te lezen. En ik, ja, dat was toevallig vandaag, maar ik krijg vaak zelf berichtjes over of dat mensen echt heel blij worden van mijn video's. Nou, en dat is toch gewoon echt waar het over echt voor doet. Want ja, ik kan me gewoon niet voorstellen dat iemand echt blij kan maken, maar ja, als je dat leest, dat geeft je zoveel motivatie en dat is zo leuk. Dus bedankt. Ik probeer echt op te letten dat ik niet heel de tijd in het schermpje erboven kijk. Het is echt verschrikkelijk irritant, want daardoor lijkt het echt alsof ik tegen, zeg maar, naar iemand anders praat. Maar ik praat naar jullie, want jullie zijn echt geweldig. Ik heb echt voor mijn gevoel de leukste kijkers ooit. Echt altijd positiviteit. Ik heb heel weinig haat onder mijn video's. Dus ik vind dat echt heel leuk. En ik wil ook echt dat mijn comments gewoon een gedeelte is van mijn kanaal waar alleen positiviteit is. Want ik hou helemaal niet van negativiteit. Ik hou niet van negatieve mensen. Ik kan er gewoon niet tegen. Maar ja, dat wilde ik even zeggen. Dus love jullie en bedankt voor alles. Oké, ik zit in de auto. Ik ben heel nieuws. Ik ga nu rijden. Ik wilde eerst met de scooter gaan, maar het is echt pleurig weer. Mensen voelen trouwens dat ik een eigen auto heb. Ik heb niet een eigen auto. Mijn ouders hebben allebei een auto, dus ik kan heel vaak de auto van mijn ouders pakken. Maar ja, ze hebben natuurlijk gewoon liever dat ik gewoon zelf op de scooter ga. Ik wil wel heel graag zelf een auto. Maar daar ben ik nog voor aan het sparen. Maar ik ga nu rijden. Het is echt kut weer. Ik was er helemaal gek van. Net zo positief, nu ben ik maar negatief. Ik kan ook echt zeker hoor. Maar ik ga lekker rijden en dan kijk hoor, hoe werkt dit nou weer joh? Oh zo. Hè? Wat gebeurt er allemaal? Ik snap deze auto niet. Nou, ik ga joehoe. Nou, goedemorgen. Ik zie er echt niet uit. Ik kom net op mijn douche vandaan. Ik heb echt zoveel buikpijn. Ik voel me helemaal kut. Maar ik moet vanmiddag werken. En ik ben nu bij mijn vriend. We gaan zo. Geen idee. Niet heel veel doen. Het is inmiddels 1:30. We hebben net even boodschap gedaan. En we gaan super lekker wraps maken. Met kip. En dan met Doritos omheen. Super lekker. En dan hebben we tomaat, sla en uitje gaan we nog doen. En wraps. Dus dat gaan we maken. Ik ben echt heel erg benieuwd. Oké, ik heb besloten dat ik ook ga laten zien hoe het werkt. Ik dacht, misschien vinden jullie dat wel leuk. Wij hebben dus kippendij. Want dat is wat malser en lekkerder. Dus, maar je kan ook gewoon normale kipfilet gebruiken hoor. Maar ik ga jullie alle stappen laten zien hoe het werkt. Oké, we zijn nu de chips aan het pletten. Wil meer. Wat goed. Wat dit wel goed is, ongeveer. Wat goed. Oh, lekker. En nu gaan we in een andere schaal bloem doen. En we hebben ook nog een schaal met ei nodig. Oh my god, dit is echt mijn leven. Maar ja, je hebt dus 3 eieren nodig. Eentje minder nu. Oké, we hebben nu 3 schalen. 1 met de Doritos, 1 met bloem en 1 met de eieren. Die eieren moeten nog even klutsen. En we willen door de bloem nog een beetje kipkruiden doen. Want dan wordt dat iets lekker. Anders wordt het echt smakeloos. Dus dan moet je kruiden doorheen. Oké.
Oké, dat is de bloem. En dan even de eitjes klutsen nog. Zo, dan zijn ze alle drie klaar. We hebben hier de kip. We hebben gewoon al blokjes gesneden. Die gaan we dan even kijken. Eerst moet het door de bloem. RT. Ga je dan dus de hele tijd door? Nou, we zijn klaar. Ze zijn allemaal heel mooi bedekt. En nu gaan ze op 180 graden even in de oven. Maar we weten niet hoe lang, dus we moeten even tussendoor kijken. En het is hier ook echt één ravage. Niet normaal. En nu gaan we de tomaten snijden. En de rode ui moeten we nog even pakken. En die gaan we ook snijden. Oké, nou, we zijn nu de tomaten aan het snijden. We doen nog lekker in kleine blokjes. En ik ga nu even de saus maken. Daarvoor gebruiken wij tomatenketchup, mayo en sweet chili saus. En dat gooi je allemaal gewoon bij elkaar. Oké, we hebben nu de saus klaar. Ik doe daar nu nog een heel klein beetje peper bij. Dat maakt ze altijd wat lekkerder. Nee, ik ben zo dom. Ik moet deze deksel er nog afhalen, oh my god. Zo is. En de tomaat is ook helemaal gesneden. En nu gaan we... Nee, heb je geen rode ui? Te veel. Beter rode ui. Jongens, we zijn genept. We hebben een pak gekocht met 4 stuks. En we hebben er maar 3 gekregen. Er zitten er echt maar 3 in. Ik vind het zo raar. We gaan nu even de kip proberen. Nou, het ziet er nu zo uit. Het heeft een kwartier ingezeten. Even de hoofd doen. Ja, dat is klaar. Lekker. Maar je proeft inderdaad niet per se die nacho-tjes. Maar wel lekker. We hebben de kip klaar. We hebben het ongeveer... Ja... 15 à 16 minuutjes gedaan. En dat is helemaal goed. En nu hebben we de wraps even in de magnetron gedaan. En gaan we alles klaarmaken. Oké, we hebben hier wrap. Oké, ik doe eerst een beetje sla. Dan doen we de kip erop. Dan doen we een beetje tomaat. Een beetje ui. En dan de saus. En dan, ja, moet je hem eigenlijk tegenrollen, maar dat kan ik nooit. Shit, dit gaat nooit passen. Oh, ik ben zo'n loser. Nou, dan moet ik het maar een beetje zo eten. Zo. Tadam! Nou, alle wraps zijn helemaal klaar. We gaan nu lekker opeten. Oké, het is inmiddels 4:15. Jongen, wat zijn mensen kut. Mensen kunnen echt niet rijden, oh my god. Ik ben nu onderweg naar huis. Ik lijk wel een spook, holy moly. En ik ga lekker naar huis. En ik ga werken. Ik ben al eerst wel te laat. Dus ik moet echt zo naar huis rijden en me omkleden. En dan moet ik snel door naar werk. Ik ben terug van mijn werk. Het tussenstukje is gekomen, maar de schroef er is niet lang, is niet lang genoeg. Dus het is weer gezeik. Maar ik ga eerst even eten, want ik heb honger. Het is alweer 9:00 of zo. Kijk hoe laat het is. Ja, het is bijna 9:00. Ik heb lekker zelf een pizza gemaakt. Die zit nu in de oven. Even kijken hoe het eruit ziet. Oh, het begint er al een beetje goed uit te zien. Lekker. Met ham en mozzarella en paprika. Heerlijk. Oh, lekker. Mijn pizza is klaar. Ik heb er nog een beetje verse rucola overheen gedaan. Dat ga ik nu lekker opeten. Ik heb mijn pizza lekker op. Speaking of food. Ik heb echt een heel erg leuk pakketje binnengekregen. Het is namelijk iets te eten. En het is echt heel lekker. Ik ga het even bijpakken. Het wordt... vet cute in zo'n doos verpakt. Het is van Belcio Cheats.
in een hele mooie doos. Het is eigenlijk nog voor kerst, maar het is iets te laat binnengekomen. Ik ga het even openmaken. Omdat het gewoon via DHL is bezorgd, ben ik heel benieuwd hoe het er nog uitziet. Maar ik denk dat ze hier vast wel iets op verzinnen. Er staat hier dat een tip is het om het in de oven te doen. Ik ga dat dan even doen. Oh my god. Look at this. Er zitten allemaal super lekkere koekjes in. Oké. Ik ga het even proberen te laten zien. Oh my god. Look at this. Dit is toch geweldig. Dit wil je. Ik ga er echt één proeven, jongens. Ik ga alleen deze proeven. Die Raffaello, die lijkt me echt heel lekker. Je kan me letterlijk met niks blijer maken als met eten, dus... Dit is echt het beste pakketje dat ik ooit heb ontvangen. Oh my god, hij zet de oven. Ik ga hem denk ik niet helemaal opeten hoor, want het is echt veel te machtig, denk ik. Dit ding is zo groot, dat slaat helemaal nergens. Oh, hij is lekker warm. Ik ga een hapje nemen. Oh my god. Jongens, dit is lekker. Het koekje is zo zacht van binnen. En krokant van buiten als je hem in de oven doet. Het smelt gewoon op beton. Het is echt nog dat cookie dough van binnen. Het is niet normaal. Dit is niet normaal. Oh my god. Er zit nog vulling in. Er zit Raffaello vulling in. Dit is zo lekker. Dit kan je niet eten. Dat dacht ik. Maar dit is niet normaal, jongens. Dit is echt het lekkerste koekje dat ik ooit heb gegeten in mijn leven. Dit moet je echt kopen. Zo zacht en zo... Ik heb de hele avond aan de website van mijn moeder gewerkt. Ik ga nu lekker in bad. En ik heb lekker deze olie van Knijp. Even kijken. Deze badolie van Knijp erin gedaan. En ik ga lekker deze peeling gebruiken. Als ik in bad zit. Heerlijk. Normaal, het is vandaag woensdag. Ik ga vanmiddag gezellig met Bo een mukbang filmen. Sushi mukbang. Maar dat gingen we pas rond 1-2 doen. En ik werd net wakker en het was super mooi weer. Dus ik dacht, weet je, ik ga even lekker een rondje lopen. Ik kan hier heel leuk in de buurt een rondje om het water heen lopen. Dus dat ga ik lekker doen. Ik ga lekker mijn oortjes in doen en lekker van het weertje genieten. En dan heb ik ook maar nog een beetje beweging. Dus daar ga ik mee beginnen. Ik ben lekker een rondje aan het lopen. Het is echt super mooi weer. Het zonnetje schijnt echt... Ja, je zit op camera echt niet goed, maar het is echt heerlijk weer. Heerlijk zacht weer. Al had je mij een jaar geleden verteld dat ik een rondje zou lopen, dan had ik mezelf echt vierkant uitgelachen, want ik haatte dit echt. Ik haatte lopen. Maar ja, ik kan nu echt niks. Ik kan nu naar de sportschool niks. Ik wil toch een beetje beweging. Nou, als corona niet was geweest, dan was dit echt nooit gebeurd. Ik denk echt dat ik over een jaar dit terugkijk van what the fuck. Maar ja, eigenlijk is het best wel chill, gewoon lekker muziekje naar lopen. Dus een beetje boeien, hè. Oh, ik moet nog even vloggen van de hele vlog. Oké, ik ben inmiddels bij Bo. Hey. En we zijn allemaal, ik heb me trouwens helemaal gefliekt. Ik heb dit leuke jurkje aan, mooi make-up op. Mooi make-up op. Maar het ziet er alweer niet meer uit, maar mij niet uit. En we gaan lekker sushi met mij filmen. Volgens mij ben ik echt die badden weer. Alright, ik ben weer thuis. Het was super gezellig. We hebben net even nog Prince Charming gekeken. Wat een goed licht is dit. Oh my god, het is echt goed. We hebben net nog even Prince Charming gekeken. Het is echt aanrader. De sushi mukbang staat ook al online. Morgen is gewoon al oud en nieuw. En ik weet nog gewoon niet eens echt wat ik ga doen. Ik kwam waarschijnlijk naar mijn vriend. Die zit ook bij een vriend. Maar Isabel mocht er niet heen, want het wordt gewoon te veel en zo. En dat snap ik ook gewoon. Wordt allemaal te druk. Dus ik denk dat ik daar wel heen ga met Nina. Want haar vriend Daan, die zit er ook. Dus wij kunnen daar wel even heen. Maar het is allemaal nog een beetje vaag en zo. Het wordt echt een rare oud en nieuw gewoon.
Helemaal kut allemaal. Maar ik ga nu even omkleden en zo. Want ik heb nog dit jurkje aan. Zo mocht het in your face. En ik ga zo meteen werken. Alright, ik ben inmiddels terug van mijn werk. Het was echt super druk. Het is al 8:45. Ik heb lekker een wrap gemaakt. Even kijken. Ik zal het jullie even laten zien. Ik heb even lekker een wrap gemaakt met shawarma, saus en sla. Heerlijk. Dus ik ga nu lekker opeten. En ik ga ondertussen een keer een serie kijken of zo. Een beetje YouTube. Oké, zo. Ik heb net even gegeten. Jezus, wat zie ik eruit. Helemaal bezweet, maar ik heb echt fucking hard gerend met werken. Het was echt mega druk. Ik ga nu even mijn bedvideo editen. Ik heb echt heel veel zin om lekker in bed te liggen en lekker te editen. En die wil ik eigenlijk liefst van af hebben dat ik gewoon voor zaterdag de video ook gewoon al klaar heb staan. Ja, ik heb gewoon niet eens zin in morgen. Morgen is oud en nieuw. What the fuck? En ik heb niet eens echt een goede planning of zo. Dus wat een kutjaar. Ik hoop echt dat 2021 beter wordt. Het is donderdag. Het is de laatste dag van 2020. Het is echt bizar. Ik zie er niet uit. Ik ga nu, het is 9:00. Ik ga nu een rondje met mijn moeder lopen. En dan ga ik me daarna douchen klaarmaken. Alles voor vanavond. En om 12:00 komt mijn vriend. En om 4:00 komt familie nog gezellig een borreltje doen. Dus op zich wel een gezellige dag. Maar ja, ik ga nu even koffie drinken. En dan ga ik met mijn moeder een rondje lopen. Alright, het is inmiddels 12:30. Ik heb me helemaal douche omgemaakt. Video geëdit. Alles is klaar. Zodat ik daar niet meer om hoef naar om. Daar niet meer naar om hoef om te kijken. Naar om hoef te kijken. Ik heb deze oversized blazer aan en deze legging. Want vanmiddag komt mijn familie gezellig een borrel doen. Dus ga ik niet al helemaal mijn party outfit voor vanavond aandoen. En mijn vriend komt elk moment. We gaan zo even oliebollen halen. En Temptation kijken. Wat is nieuw Temptation? En dan komt mijn familie. Het lijkt net alsof ik heel wit ben zo. Maar het is gewoon dezelfde kleur hoor. Ja. De laatste dag van het jaar, het voelt echt een hele andere oud en nieuw als normaal. Normaal heb ik zo'n oud en nieuw gevoel, zo'n kerstgevoel, maar dat heb ik dit jaar helemaal niet gehad. Maar ja, we zien wel wat avond brengt. Misschien wordt het wel een superleuke avond. Oké, het is inmiddels al avond. Dus we zijn een hele dag verder. Het is heel donker op deze kamer. Ik heb een beetje mijn haar gekruld. Ik weet niet helemaal wat ik ervan moet vinden. Ik wil jullie even mijn outfit laten zien. Het is gewoon al. Het is 9:00 en ik heb gewoon letterlijk niks te doen. Om 11:30 ga ik waarschijnlijk naar mijn vriend toe. En ja, het is gewoon helemaal kut. Oké, maar ik heb mijn haar gekruld. Ik heb me gevlied. Ik heb er ook een TikTok van gemaakt. Dat ik stap voor stap make-up ging doen. Dus check it als je dat leuk vindt om te zien. Ik heb dit topje aan. Met glitters. Het glitterrokje. Panty en deze laarzen. Helemaal leuk. Jongens, het is bijna 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is vandaag 1 januari. Het is vrijdag. Het is al avond. Ik heb zo een kater gehad. Dat was echt
Heel mooi die nagel ook. Dat is echt niet normaal. I look like fucking shit. Ik ben de hele dag bij mijn vriend geweest. In bed gelegen. Kater gehad. Geen hap door mijn keel gekregen. Nou, op zich, ik heb wel wat gegeten hoor, maar... Ik had niet heel veel trek of zo. Niet echt dacht van, nou, laat ik zo lekker gaan eten. Ik ben inmiddels al een tijdje thuis. Mijn vriend is nu even naar vrienden, maar die komt zo meteen weer hierheen. Komt gezellig hier slapen. Ja, het was zo leuk gisteren. Het was echt niet normaal leuk. Ik heb echt nog nooit zo'n leuk oud en nieuw gehad. Ik zweer het. Ik heb eigenlijk altijd... Vorig jaar was ik ziek met oud en nieuw. En daarvoor had ik altijd een soort huisfeestjes. Maar ja, dit was gewoon zo gezellig. En ja, ik vind het gewoon zo gezellig met die groep. En het zijn gewoon echt vrienden. En het is zo leuk. Ja, ik was wel aardig naar de kloot. Maar ja, dat mag op oud en nieuw. Ik heb echt vier op het punt gestaan om naar huis te gaan. Maar elke keer was ik toch weer gebleven. In ieder geval, echt een geslaagd oud en nieuw. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook een katertje. Dat hoort erbij. Ik vind het niet erg, want ik heb een superleuke oud en nieuw gehad. Ik heb overigens mij gevlogd. Ik ga niet alles erin doen, want ik zet mezelf waarschijnlijk ook zwaar verschut. Ik ben een beetje mijn kamer aan het opruimen, want het was één tyfushooi. Maar mijn vriend komt zo meteen gezellig. Ik heb niet echt New Year goals opgeschreven. Ja, ik schreef ze altijd in mijn notities op. Vorig jaar had ik de 20.000 abonnees halen voor het jaar 2020. En dat heb ik gehaald. En 8.000 volgers op Insta. En dat heb ik ook niet gehaald. Dus eigenlijk wil ik voor YouTube 50.000 abonnees. Dus echt een hoog doel. Ik weet ook niet of dat gaat lukken. Ik zit nu op de 25. Dus dan moet ik het verdubbelen. Nou, 30 ga ik sowieso halen. 40. Misschien 40.000 abonnees. Ik denk dat ik hem op 40.000 abonnees hou. Ik ga het nu zeggen. 40.000 abonnees. En 25.000 volgers op Instagram. 25.000. Ik denk dat dat wel haalbaar moet zijn. Nou, en ik ga er natuurlijk heel hard voor werken. Dus ik voel me nu eindelijk weer een beetje levend. Ik heb me echt niet levend gevoeld. Dus daarom heb ik ook gewoon niet de camera bij hem gepakt. Maar ik begin me nu aardig een beetje levend te voelen. Het is 12:30 of zo. Het is 1:15 s'nachts. Maar ja, even een live update. Ik heb echt genoten. En morgen hoop ik even wat meer aanspreekwoord te zijn. Ik hoop dat jullie begrijpen. Hey, het is vandaag zaterdag. Het voelt echt zo niet zaterdag. Ik vind vandaag helemaal raar. Maar mijn vriend is gezellig blijven slapen. We hebben nu even lekker een ontbijtje gemaakt. We hebben een lekker broodje met zalm. En roomkaas en een broodje met filet erop. En lekker koffietje. We gaan nu even lekker iets kijken op tv. En het is echt al 12:30 of zo. We hebben echt lekker lang uitgeslapen. Oké, we zijn nu lekker Temptation USA aan het kijken. Het tweede seizoen. Die hadden we allebei nog nooit gezien. En we hebben weer even twee stukjes van die koekjes gepakt. Jongens, het zijn zo lekkere koekjes. Het is echt niet normaal. Inmiddels 3 uur. Ik heb even een beetje omgekleed. Ik heb net een leuke topje aan. Nou, topje, shirt, truitje van Naked. En deze jeans ook van Naked. En met Dr. Martens. We gaan even naar het strand toe. We gaan even gezellig lopen. Het is best wel een soort van, ja, mooi. Dus gewoon prima weer. En we filmen ons dood, waren we de Temptation aan het kijken. Dan moet even de deur uit en even wat gaan doen. Dus dat gaan we nu doen. We vinden ze al beneden. Ik moet nog heel snel mijn tanden poetsen en zo. En gaan we dat even gezellig doen. Oké, we zijn in Noordwijk aangekomen. Het is nu 4:15. Het is echt zo mooi. Echt, de lucht is echt geweldig. Ik ga het even laten zien. Check dit. Oh my god, I love it. Dus we gaan nu even een beetje lopen hier. En even kijken misschien dat we nog iets kunnen afhalen of zo. Wie ben jij? Ik ben trots op Nederland. Zet je er gewoon op? Ik heb lekker een broodje kip. Love it. Jongens, wij zijn zo dom. Wij zitten gewoon lekker rustig het broodje te eten. Eens besef ik van, oh my god, we hebben helemaal niet de parkeermeter aangezet. Maar we waren helemaal uit het gebied gelopen. Dus we moesten helemaal snel terugrennen en die parkeermeter aanzetten. Wat gezeik, maar weten ze nu niet of we de goede hebben. Want ik heb gewoon Park Mobile. Maar ja, ik zie het wel. Helemaal dom dit. Nou, het is inmiddels avond. Ik heb me even omgekleed. Ik heb deze oversized blazer aan van Naked. Met een legging van Naked. En schoenen van Shein. En ik ben bij mijn schattie. Yes.
in de Isabel. We zijn even gezellig aan het vreten. Ja, het en aan het eerst drinken. Het open ging. Het is niet eens de wijn, maar... De zak chips. Ja, en zo, jouw make-up is zo fliek. Nee, normaal. Nee, jou ook. Jou ook. Altijd denk je als het tekort komt. Ja, maar dan denk ik gewoon, bij mij is dat niet zo. Ja, maar kijk haar make-up. Ja, maar haar is altijd fucking fliek. Dus ja, nou, we zijn nu even gezellig aan het drinken, even spelletje aan het doen, maar opeens, zeg maar, nooit konden we ergens heen en opeens mogen we overal heen. Ja, ineens worden we geappt, oh hi, allemaal planningen van allemaal jongens en vrienden die zeggen van, kom, dit, dat. Dus ik voel dat dit een leuke avond gaat worden. Ja, ik voel dat dit echt een mooie avond gaat worden. Oké, let's go! Let's go, bitches! Hallo iedereen. Ik zit lekker op mijn eentje hier. Sarah is op de wc, maar er is geen wc-papier, dus Indy is het aan het halen. Nee, we gaan vloggen. Ja. Maar we gaan zo even naar vrienden toe. Super gezellig. Ik doe lekker een wijntje. Ik eerlijk mis jullie ook die uitgaansvlogs. Ik heb zoveel zin om uit te gaan en ja, dat met Sarah te vloggen en zo. Ik ben echt aan het filmen voor schijt. Wat moet ik zeggen? Vandaag heb ik heel leuk topje aan van Pretty Little Thing. En een broek van de... Weet ik niet, hij is van Sarah. Die mag ik hebben. Oh, Sarah. Zo hoorde. En nou, we gaan zo lekker naar vrienden toe. Ja? RGDM. Ik kom naar je toe. Volg ons labella. Ik lijk zo wit met jou. Nou! Maar ik heb gewoon weinig make-up op. Ik heb te weinig op gedaan, of niet? Nee, we zien het wel morgen. Maar wij hebben een eigen sieradenbedrijf. We gaan het wat promoten in Sarah de vlog. Willen jullie dit ook allemaal hebben? Kijk hoe leuk deze is. Ja, die is heel leuk. Die heeft Sarah ook. Dit is van Sarah haar collectie. Ja. Echt super leuk. Fucking leuk. En dit? Ja, je ziet het niet. Oké, nou ik ga van Sarah verhaal horen hoor. Joe! Daar zoek van ruzie. Maar zij wil het weer goed maken. Die met die pet op is het haar en die wil haar hebben. En daar rechts zijn ze een beetje. Ik heb een nieuw idee. We gaan even wat robots bekend maken. Vanavond wie leuk vindt. Komt ie. Dit is een nieuwe mukbang. Dit is een nieuwe mukbang half. Kijk, deze jongen met de pet. Die vindt haar leuk. En die vindt haar wel leuk. En die vindt die andere ook leuk? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk met deze jongen hier. Ja. Hij wil eigenlijk niet meer met haar. En zij eigenlijk wel met hem. En dan hebben we als laatste. Soms werk. Indy nog. En dat is dat meisje daar, die blonde. En die valt dan weer op deze jongen in een grijze trui. Op die lange. Met die capuchon. Deze hero. Gaan ze zoenen? Ja, ze hebben gezoend. Toch vindt zij hem. Renzo, leuk. Je moet je kop houden. En hij vindt haar eigenlijk leuk. Weer gaat ze. Kijk, daar hebben we een hoer achter het raam staan. Morgen allemaal, het is vandaag zondag. Het is nu wel een keer zondag. Voor mijn gevoel is de hele week al zondag. Ja, maar echt. Jee, zondag. Ja, het is eigenlijk zondag. Ja, heel kreeg. Ik ben met Isabel. Hallo. En met Indy. En we gaan lekker naar de McDonald's. Oh my god. Gisteravond was wel echt gezellig. We hebben even weer een leuke avond gehad. Ja. En nu gaan we lekker even McFrieten. Nou, ik heb lekker een cheeseburger. En een kip 6. Want we gaan vanavond ook nog heel veel sushi eten met mijn oma, Isabel en ik. Dus we hebben een Big Tasty menu. Ja, man. En ik heb lekker een milkshake erbij. En of course, frietsaus. Oh my god. We hebben de sushi opgehaald. En dit is zo lekker. Ja. Normaal. Alright, het is inmiddels alweer maandagochtend, as always. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie de weekvlog een beetje leuk vonden. Als je de weekvlog leuk vond, vergeet dan zeker niet een blauw duimpje omhoog te geven. Vergeet ook niet op mijn kanaal te abonneren. Hierdoor blijf je altijd op de hoogte als ik een nieuwe video plaats. En vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram. Dat is @sarahvanwoord. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!